Principes, als ik je boef, welkom op een nieuwe vlog. Ik ga reageren op Enzo Knol. Enzo Knol is nu ook een YouTuber. En mijn collega van YouTube. En ik ben een beetje fan van hem geworden sinds ik hem in mijn damp zo zag als voorbeeld. Hij staat daar. En dat is zijn vriendin Marvin. Ik weet niet of ik de naam goed zeg, maar dat is zijn vriendin. En daar een flesje voor River en daar liggen River lekker chill op de bank. En Riff hebben we ook eens gekeken met chillen op de bank en zo, snap je wel? Wordt dan naar boven gebracht? We worden naar boven gebracht, want we gaan boven. Slapen van die dat beneden waar we nu zitten, die beneden, het huis beneden, die is al verhuurd aan andere mensen. Dus we gaan een trappetje over naar boven. Dat klinkt een beetje apart, maar ja, ik reageer op een nieuwe vlog van Enzo Knol. Tot zo, schatje. Bye. Nou, dan heb ik nog even de vuilnis die ik ga weggooien. Hij gaat de vuilnis weggooien. Bij de receptie. En voor de mensen die nog niet weten, we staan dus bij Il Gabbiano. Wat een mooie daar naam. Bij het Gardameer. Check eens eventjes hoe fijn dit eruit ziet. Ongelooflijk. Echt vet mooi uitzicht. Ik heb echt een beetje het gevoel dat dit de eerste keer is dat we eigenlijk echt een beetje vakantie hebben. Ja, snap ik. Misschien een beetje gek, maar dat komt omdat we dus nu nog steeds niks op de planning hebben. En nou, lekker toch? Als we wakker worden, en wat ook echt bizar is trouwens, Riven die heeft sinds dat we hier zijn elke dag ongeveer 9 uur geslapen. Oh, waarschijnlijk door alle indrukken, maar ook door het zwemmen, wordt hij daar natuurlijk moe van. Hij is ook gewoon lekker chill, hij is vrolijk, hij is blij en wij zijn dat ook. Dus ik denk dat we dat ook een beetje overgeven aan hem, dus dat is echt een hele goede vibe en energie. Ja, snap ik. Het gevoel dat dit pas de eerste keer is dat we echt vakantie hebben. Kijk, en ze knoopt dat vakantie in het buitenland met Riven en vriendin Marvin. En dat is Marvin. Ja, goed, zijn aandacht zeg maar. Dat is zo simpel en klein, dat had niet heel veel ruimte of tijd in de slag of zo. Dus dat is wel echt heel erg chill. En ook omdat we niet echt heel erg actief zijn. Nee, dat hoop ik ook niet. Camera's te denken, of drones, of batterijen, of dingen opladen. Het gaat allemaal gewoon super chill. Dus, nou, mooi toch? Ja, dat was echt heel erg goed. Normaal gesproken werd ik echt helemaal gek en gestrest van het idee als we niks op de planning hadden staan. En dan dacht ik ook, wat moet ik dan doen voor content, wat moet ik dan opnemen? Ja, dat dan ben je snap ik op de weg. En nu heb ik het helemaal niet. Nu heb ik gewoon lekker wakker geworden. Dan gaan we ontbijten en als Riven maar schoon de lui heeft, als hij maar lekker heeft gedronken. Ja. En dan daarna zwemspullen pakken naar het zwembad. Ja, en gaan ze lekker zwemmen. Dan gaan we chillen en we met die kleine in het zwembad. Ja, snap ik. Ja, dat is echt gewoon een heerlijk gevoel. Dat is echt super nice. Laten we lekker even inchecken bij het zwembad. Kijk, hier zijn we geïnstalleerd. Ik heb het zwembad. Wat een chillig plek, zeg. Prachtige knolpouwenhanddoeken en een prachtige baby. Oh, is een beetje moe wel. Denk even in water, even dat pakje afvoelen. Familie Knol. Dat denk ik ook, ja. Valt bijna in slaap. Gewoon nog even snel zwemmen. Gaan we weer lekker even water in. We gaan Riven water in. Dit is lekker, hè? Want baby's moeten altijd wennen aan het koud water. Vind je dit lekker, hè? Vind je het lekker zo? Hey, spetter. Wat ga je doen? Ja, lekker met papa en mama even slapen. Ja, hè? Gezellig toch met papa en mama op stap. Nou, wat schattig. Dat is een Snow en zijn kindje. Wat een kindje, boy. En Snow heeft een heel schattig kindje. Een heel schattig kindje bij Snow, hoor. Dit is een man. Heel schattig. Denk je zien te pino van mannetje. Heel schattig kindje bij zijn knol. Sorry voor het verklaren. Nou, we slapen die twee lekker. Zo, dames en heren, we zitten heerlijk aan de lunch. Het is 3:30 in de middag. We zitten daar lekker aan de lunch. Nu gaan we lekker lunchen. Met tweeën lekker. Maar die heeft lekker spaghetti besteld. Marvin. Marvin eten nu in de middag. De naam vind ik moeilijk.
gemaakt, heeft maar het geschreven gesteld. Precies, we hebben een paar maanden genoemd, dat hebben we eigenlijk niet op de grote dag gehad, dat is zo ongelooflijk lekker. En dit is ook de derde dag op rij dat ik gewoon een broodje tonijn heb. Die is ook zo lekker. Deze kleine man die ik heeft net een drink gehad. Ik denk dat jullie dan helemaal lekker gaan genieten van. Die voetjes heb ik zo lief. Ja, we zijn ondertussen een keer op keer aan het doen. Dus ik zit keer op keer zit hij nu aan het doen. En ze kunnen ons nu keer op keer aan het doen. Keer op keer. We gaan nu proosten. Een kijkje nemen bij kamer nummer 402. Kamer 402 gaat de oude mensen hier vandaan kloppen. Oké, daar gaan we. Hoppakee. Dat is een mooie trap omhoog. Dus laat de kinderwagen hier. En als je dan hier naar boven loopt, dan heb je dus een prachtig puntje waar wij dus aan de oude dagen verblijven. We hebben eventjes de spulletjes hier kan de in de woonkamer gezet. Ik heb even zijn zwemspullen uitgedaan en heb ze zijn luiers omgedaan. En hij heeft nu even tummy time in de slaapkamer. Ja, en daar is mama Myron ook. We hebben een mooi terras hier, zo'n mooi dakterras. Echt super groot. Dit zit hier heel erg. Ja, hier kan je ook je kinderwagen neerleggen. Het is niet het zwembad waar wij de afgelopen dagen geweest zijn. Ja, we zijn er één keer geweest. En daar zit ook een glijbaan aan de hals. Dus het is echt gewoon een super mooi plekje dit. Zelfs een barbecue hier, kijk dan. Hoppakee. Gewoon lekker lukt, maar lekker lukt. Dit is dan de woonkamer, die ziet er ook super clean uit. Meteen alle spullen van Riven overal rondgeslingerd. Nou, hier mijn medicijnen, hele bende. En dan hebben we de airco niet al te koud staan. Dan hebben we hier een slaapkamer waar we de koffers neer hebben gelegd. Ja. Eigenlijk hetzelfde als hier beneden. En dan hebben we hier een badkamer. Voilà. Een badkamer. Ja, dit is eigenlijk. Oh, wow, hier ook nog een slaapkamer. Kijk nog een slaapkamer. Het is een stapelbed. Maar we hoeven eigenlijk maar één slaapkamer te gebruiken. En dat is deze. Ja, want Rutte kan bij jullie slapen, hij is nog heel jong. Dus dit is het nieuwe plekje. Wasmachine hier in de keuken, ook echt super nice. Dus Marjan heeft meteen het wasje aangezet. Dus dat we zijn heerlijk gesetteld. Het is alleen heel erg bewolkt geworden. Dus we dachten, we gaan even naar het huisje. Gaan we hier even alles op orde krijgen. Het is nu 3:30 in de middag. We hebben gewoon lekker laat geluncht. We hebben ook alweer gereserveerd voor bij het restaurant. En Marjan is klaar, ze kan het de slaapkamer laten. Hey, kleine man. Kijk, hier hebben we het bedje en de slaapkamer. Deze man die is lekker met zijn boekje bezig. Daar ligt de Riven. Met een boekje. Met een boekje op je boekje. En dan hebben we hier ook nog een badkamer. Ja, super badkamer, de douche. Echt hartstikke blij. Helemaal hebben top. Ze daar. Zo, gaan we er vandoor. Ja, man. Echt vakantie. Nu gaan ze lekker. Waar gaan we heen dan? Gaan we naar de Chinees. Nu gaan ze lekker naar de lekker gaan ze lekker met alles lekker lekker eten. En Riven gaat lekker mee vertellen. En de koffer wat doen? Even kijken of het nu ook gaat lukken. Ik denk wel. Ik ga sowieso deze vorm eruit. Ja hoor. Ja, dat lukt. Zo, die ligt in de kofferbak. En om even te bewijzen dat hoe chill Riven ook is, hij ook wel als held, is hij nu heel erg aan het huilen. Maar hij is nu ook content. Als je binnen in de winkel komt, dan zie je dus allemaal opladers en stekkerblokken. Die zijn allemaal 10 euro, 14 euro. En als je dan hier gaat kijken, dat is dus helemaal achteraan in de winkel, heb je echt een hele lijn allemaal stekkerblokken. En wat vind je hier? Die stekkerblok 6 euro, stekkerblok 6 euro, 9 euro, stekkerblok 5 euro, hier 6 euro. Dat is echt bijzonder, hè? Zou die stekkerblokken daar gewoon 14 euro zijn? Allemaal opladen, ja, allemaal stekkerblokken. Maar er zit vast nog goedkoper bij het grond. Dit is hier gewoon goedkoop. Het zijn gewoon dezelfde stekkerblokken, geloof ik. Het is wel goed dat je eigenlijk goedkoper zit. Hier heb je zelfs een stekkerblok voor 4 euro.
Kijk, Treffelmin. Nou, dat is wel... Zou dat je ook wel leuk zeker om even te kijken? Nou, dat ook hij ligt echt zo laag in deze kinderwagen. Hij is echt een lowrider. Kun je hier keren, denk je? Ja. Ja, je kan keren. Ja. Oh, wat schattig. Riven ligt lekker in de kinderwagen. Heb je het al? Ik ga hem doen. Wil je zingen? Nee, ik moet er zo. Ik maar stinken. Ik ga hem sowieso kopen. Ik heb geen deel van mij. Jij ook niet, maar jij vertikt het om deel te kopen. Stinkt het? Hoezo expose mij zo? Je mag ook mijn deel van. Ja, dat doe ik wel. Ja, dat vind ik ook wel vaker. Ja, doe ik van jou eigenlijk ook. Ja, kijk eens hier hebben. Kijk, wat ze hier hebben. Ja, ze hebben hier gewoon Pikachu. Oh, Pikachu hebben ze daar gewoon. Oh. Te lekker te winkelen in het buitenland. Ja, dat kan wel. Ja, leuk man, altijd speelgoed. Dan is hier ook een babyafdeling met allemaal gekke babydingen. Ja, toch. Weet ik eigenlijk niet. Je staat een gekke. Ik kan wel kijken, maar ik weet het niet zeker. Want ik ben hier nooit geweest. Oh, jullie zijn. Ja, check eens even hoe erg deze op lijken. Het is echt bizar. Je kan hier namelijk ook gewoon crocs halen. Maar dan wel een stukje goedkoper. Het is voor precies hetzelfde eigenlijk. 6 euro. Ja. 6 euro op je melk, hè? Hé, babydoekjes. Waar je al net al had. Ja, we hadden één groot pakje luiers mee. Ja. En er waren 60 luiers. En toen zei jij meteen van, schat, ze zijn veel te veel. Dat krijgen we nooit op. We zijn nog bijna door de helft, hè? Ja? Ja, we zijn nog bijna door de helft van de luiers. Ja toch? Ja, die kan je ook op... kijk dit dan, dat zijn gewoon die Justin Bieber slippers. Leuke slippers. Ja. Smiley's erop. Nee toch niet. Kijk, het staat aan de zijkant. Smiley's erop op de slippers. Zo, die wegen helemaal niks joh. Nee. Ik vind ze alweer echt leuk. Ik vind ze ook oprecht leuk hoor. Hé, hey, Brazilië vlag. Mm-hmm. Ja joh, gekke winkel dit. Heb jij soms een slipper? Nou, de winkel toch? En jullie zoals... Nee? Oké, okay, maar ik bedoel niet ja, zo daar kan je maar jij hebt je haar omhoog, dus nu heb je wel een blote nek. Dat is perfect, want ik heb hier de ventilatoren. Die kan je om je nek doen. Oprecht, als je festivalganger bent, zou ik echt nog gewoon dragen. Als ik dat zo naar een festival haal. Dat weet ik niet. Nee. Nee, dus het is tijd geen festivalganger die twee. Ik vind het ook echt leuk. Dat had ik wel geen festivalganger. Oh, hoe speel je dat? Ik ben ook geen festival van hoor. Ik ben ik hou wel van concerten, maar van festivals, nee, daar hou ik niet echt van. Alleen als ik als in de leuke artiest bij festival, dan vind ik het wel leuk om te kijken. Nee. Geen festival vind ik wel leuk. Maar we zijn er gewoon. Ja, toch wel, maar we zijn er gewoon. Ik hou van festivals, maar alleen van festivals. Ik zeg ook niet dat die kan kijken, hoor. Nou, weet even niet zo goed wat hij moet. Oh. Schatje. Zal ik even rijden? Schatje. 1, 2. Oei. Oei. Mjom. Daar gaan we weer. Links af. Mjom. Zo, dat was even snel. We hebben weer naar de Nihau Market. En we zijn op een nieuwe apotheek. Dus we moesten even een nieuwe maat en beschermers halen. Met een hele mooie kies. Die valt op van die pilletjes die je dan neemt. Voordat je antibiotica neemt. Die kousen van mij. Dus dat is top, dus die heb ik gehaald. En het chillen daarvan is, die had Kika ook nodig. Dus we hebben gewoon een dubbele dosis gehaald, zodat die daarna ook een Kika kon geven. Dus dat is top. En ja, dat was het wel eigenlijk zo'n beetje. Maar die wil een voeding aan geven, voordat je het weet, dan is het alweer zover. Dat is echt bizar. Het blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ja, dat is echt respect, petje af voor mij. Ik heb wel respect voor jou hoor. Je bent een hele goede vader. Ik heb echt veel respect voor Enzo Knol. En hier hebben we dus de pomp zeg maar voor Mario aan de lader gedaan. Je ziet nu dat hij hier aan het opladen is. We hadden een eigen oplader mee, maar die deed het niet. Geen idee waarom. Die laat wel van onze telefoon op en andere dingen aan batterijen, maar die laat hem op. Dus nu ben ik nu echt een heel goedkoop. Dus net gekocht en deze doet het wel. Ja, dit is prima. Ja, dat is prima. En dan
voor slapen gaan weer de laatste. Dus ik moet zeggen, dat ik heb alleen nog een droge keel, achter nog zoesten. Ja, maar niet, moet je even gaan drinken. Dus goed drinken, hè? Dat uiteindelijk wel echt helemaal weggaat. Dus ja, snap je. Thuis en is weg. Maar als maar weggaat. En alleen maar gewoon lekker voor me slapen. Zoals de afgelopen nacht in het geval. Zeg top. Kijk eens even lekker spelen. Kijk eens even lekker spelen. Lekker spelen. Wanneer dan? Riffen is lekker aan het spelen, joh. Leuk. Ja, oh, je hebt hem heel stevig vast nu. Wat ga je met die bal doen dan? Nee, ik weet niet wat ik met die bal kan doen. Is het niet lekker? Dus de hele ton er doorheen. Met die ton er ook doorheen, dat is wat. Hey, wat een gekkie. Die hele ton er zo door het lontje, joh. Ja, dus je kan wel met die bal gooien. Mooi mannetje hoor. Nee. Riffen. Schud met die bal. Riffen. Dan ga ik later wel een leuk filmpje hoor, denk ik. Mannetje. Wil je met je hand hebben? Wil je met je handje hebben? Heb je hem vast? Ja, heb je hem vast weer? Oh, schat. Gaat hij weer je mondje? Ja, heel even lekker vasthouden. Oh, wil je met je andere hand eens een keer? Deze. Dat mag ook. Heb je hem vast? Goed zo! Wat is er dan? Nou, laat het liggen weer. Hij weet het niet. Even weten. 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 Ja, soms gaat hij een keer hard uitlopen dat je hem dan neerlegt. Dus dan hou je hem vast, dan vindt hij het gezellig, vindt hij het leuk. Dan leg je hem neer en dan denkt hij, waarom leg je me nou neer? Ik voel net zo fijn bij je. Nou, moet natuurlijk even zien in de kinderwagen. Oh, leuke kinderwagen. Maar hij ziet er weer prachtig uit, zoals elke dag. Weer een mooi jurkje aan. Echt heel erg mooi. En ik voel me dan een beetje underdressed, want ik heb gewoon serieus een volledig kentje aan van FC Barcelona. Je hebt echt vette motiefjes aan. En het broekje. En je hebt en ook een vette coole zonnebril op. Maar gewoon een lekker outfitje. Dat je echt dat helemaal perfect. Super trots op mij. Ik ben ook zo trots op jou hoor. Je bent een hele goede vader. Die doet het heel goed voor Riffen. Ik kan niet beter oude mensen voor Riffen dan hem. We zijn de beste ouders voor Riffen ever. Het is nu lekker. Eten, lekker spatje erbij, alles erbij. Dat heeft hij. We kunnen hierna nog maar twee keer spelen. En dan hebben we alles gewoon op. Maar het is een heel leuk spelletje. Het staat nu in het al 13-12 voor mij. Lekker, lekker. Mensen met z'n drieën, Ik moet wel zeggen, toen wij in Griekenland waren, een of andere Griekse salade was vlees en Griekse salade. Maar de Griekse salade heeft ook wel echt anders hoor, Griekenland. Ja. Maar goed, het is net zoals die Italiaanse kreeg hier in Italië. Maar alsnog kiezen we voor Griekse salade en dat. Ja, maar dit is gewoon even een keertje. Laat je maar een leuke dag op, hè, met de dag. En het is zo mooi om te zien dat deze lieve kleine man genaamd Dippen, die is aan het lachen. Die kan steeds verder kijken en dat merk ik ook. Want normaal gesproken, als je hem dan echt neerlegt, nu op het verschoningsmatje en het schone luier aangekleed en alles op en eraan. Maar als je dan normaal gesproken hier staat, dan, nou, nu is het een beetje moeilijk te zien denk ik. Maar als ik dan hier ga staan, dan ziet hij mij gewoon. En dan gaat hij niet bewegen en dan wil hij aandacht en dan denkt hij, hey, hallo, zie je? Hallo, en dan kom ik dichterbij. En dan zeg ik goedemorgen, lekker geslapen. Dat is zo schattig. Ik heb echt woord krijgen dat ik steeds meer verder kan zien. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Is toch leuk? Dan vraagt hij meer dingen door. Hier in Italië. Echt dat is een dakterras boven de gangen. Gisteren om 11 uur in de avond. Zin, en we zijn zo dichtbij Riffen, dat is zo fijn. Timing, perfect. Dat is echt niet normaal. Ik heb nooit verwacht dat dat zo zou gaan. We slapen eigenlijk altijd met een heel ander ritme. Maar dit is wel echt genieten. Je hebt gewoon volle 9 uur slaap.
En dan ook gewoon wat lekker van 8 uur opstaan. Zodat ja, dat mag niet. Wel mooi uitzicht heb jij daar wel. Echt mooi uitzicht daar. Mooie lucht daarboven. Je hebt daar echt vet mooi weer. Je voelt wel dat je daar bent. Perfect tas. En al mijn kortingsjes, dat zijn ook gewoon zwembroeken. Ja. Dus dat is ook helemaal perfect. Dus ik zou helemaal zeggen, perfect is dit. Oh ja, en Crocs zijn misschien niet de mooiste dingen. Nou, ik vind ze wel bij je staan hoor, en school. Geniaal ding. Ik heb horen gekregen dat er gisteren iets van 20 nieuwe gezinnen zijn gekomen. Maar ik denk dat iedereen nog eventjes aan het bijkomen is van de reis. Ja, dat snap ik wel terecht, want dat je de avond een keer bijkomt van een reis. Dat snap ik oprecht hoor. En dan hier blijven wij dus de meeste de afgelopen dagen. En wat een wereldplek is dit, kijk dan even achter ons. Dit is toch genieten? Ja, echt. Zo'n fijn zwembad. Echt lekker genieten. Heerlijk. En daar heb je een jacuzzi. Nou, daar ben ik nog niet in geweest, want die jacuzzi is dus gewoon warm. Maar het is al heel erg warm hier in Italië. Dus eigenlijk zitten er alleen maar kinderen in te spelen. Maar niet echt vaak volwassenen of zo. Nou, je kan als je 12 bent, kan je duik in het zwembad nemen. En gewoon in alle rust, zoals jullie merken. Lekker alle rust heeft het daar. Lekker alle rust. Het huisje uitkomt. Het is 8:30, ja. We hebben vlak een koffertje besteld. Het gaat. Met spelen. Ik heb alleen nacht. Oei, daar ben je wel goed in, hè? Wat gaat ze Tas. Hij heeft een spelletje. Zo, met wat ben jij aan het spelen dan? Ik zie jou bijna niet meer, joh. Ik heb allemaal speelgoed op je hoofd. Joey hangt er ook lekker bij. Dames en heren, nieuwe ronden, nieuwe kansen. Ik heb goede kaarten, moet ik zeggen. Kijk, staan meer dubbele kaarten. Als het dan is er dus kans dat er sneller een dubbele kaart wordt gepakt. Dat is dus het hele idee van dit spelletje Jatten. Ik ga nu een paar kaarten bij jou pakken. En geen één kaart die je pakt is hetzelfde. Let maar op. Dit is een 1 en dit is. Nog 1! Joh, hoe kan dat nou weer? Ik ken jou. Oh, leg jij het zo neer? Ik leg het precies zo neer. Ja, precies. Je weet gewoon hoe ik al pak. Nou, pak jij eens dan. Nou, hoe is dat ongelooflijk? Je pakt gewoon die ook. Ongelooflijk, zeggen mensen. Nou, ik hoop dat ik het leuk vond dat ik ging reageren op Espanol. Vergeet niet te abonneren en te liken. Hier is op mijn naam zien mogen. Volgende vlog. Doei!